Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering en Vereniging van Economisten hadden vruchtbaar gesprek. Volksgezondheidsminister Amar Ramadien brengt werkbezoek aan SZF. Hoofdinspecteur Humphrey Naren belicht recente lockdownmaatregelen. Regering keurt beledigende karikatuur resoluut af. En minimaliseer uzelf de kansen op COVID-19. Wij brengen het volgende onder uw aandacht. Dit weekend is de tweede totale lockdown zoals eerder door de regering aangekondigd. Dit houdt in dat het verboden is zich van vrijdagavond 8 uur tot zondagochtend 5 uur op straat te begeven. In dit kader zal er wederom politiecontrole plaatsvinden bij de bruggen over de Suriname, Saramaca, Nikeri en Kopename rivier, het Saramaca kanaal en de diverse woonwijken. Alleen personen met een dispensatiebewijs van het NCCR, DNV en of Outbreak Management Control Team of personen behorende tot de zogenaamde essentiële diensten die van of naar het werk gaan, zullen doorgelaten worden. De Vereniging van Economisten in Suriname is kritisch naar de regering Santokito. De VEST heeft graag dat er een samenhangend pakket aan maatregelen komt dat evenwichtig is en door de samenleving geaccepteerd zou kunnen worden. In dit kader heeft de vereniging op donderdag 27 augustus een onderhoud gehad met de regering. VEST-voorzitter Winston Ramotarsin is tevreden met de respons. Ja, wij hebben als Vereniging van Economisten gevraagd om een gesprek met de president. Omdat er nogal wat onduidelijkheid was over het economisch programma dat deze regering wil doorvoeren om die economie weer op het goede spoor te krijgen. We hebben diverse pogingen tot communicatie met de regering gehad, onder andere hearing. We hebben diverse brieven gestuurd, maar we hebben daar geen reactie op gekregen, waardoor wij niet de laatste informatie kregen. En we kregen de indruk dat de regering bezig was met losse maatregelen, ad hoc maatregelen, terwijl wij voorstander zijn van een samenhangend pakket van maatregelen die evenwichtig is en die door die samenleving geaccepteerd zou kunnen worden. Vandaag hebben we een goed gesprek gehad met de president en twee ministers, waardoor heel veel informatie verschaft is aan ons. En we hebben daar een heel goed gevoel aan overgehouden. We denken dat de regering op de goede weg is, maar veel te langzaam opereert. We denken dat het tempo verhoogd moet worden. We hebben daarom gevraagd. Ze hebben het ook toegezegd. En we hebben in elk geval kunnen afspreken dat wij als VES commentaar mogen geven op het pakket wanneer dat pakket af is. Over ongeveer 2 weken zal dat pakket af zijn, is ons toegezegd. En dan zullen wij ook commentaar geven in hoeverre dat pakket evenwichtig is van samenstelling en in hoeverre het pakket inderdaad de economie op een beter spoor zal kunnen brengen. Kijk, we willen partner zijn van de regering. Het is onze regering. We willen de regering in alles ondersteunen waar ze daar behoefte aan hebben en waar wij het vermogen toe hebben. Dus in elk geval gaan we beginnen commentaar te leveren op de voorbereide maatregelen, het pakket van maatregelen, zodat het volk weet dat het, wat er uitkomt een goed product is en dat het tot verbetering gaat leiden. Wat er tot nog toe is naar buiten is gebracht, zijn losse maatregelen die geen vertrouwen geven dat het verbetering gaat geven. Daarom ook de kritische houding van de VES. Want we willen het totaal zien, we willen weten dat we over zoveel tijd er beter van gaan worden. En we zullen niet stil blijven staan. Als het pakket niet goed genoeg is, dan zullen we dat ook laten merken aan de samenleving. Tot nog toe hebben we een hele goede respons van de regering gehad. En we verwachten dat dat precies zo zal gaan. In ieder geval een betere communicatie. We hebben naar een deel van het pakket gekeken, wat er nu al ligt. We hebben een aantal doorrekeningen bekeken. We hebben al wat eerste commentaren gegeven. Het is goed overgekomen. De regering heeft dat gewaardeerd. Ze hebben ook niet gedaan alsof dat ding al af was. Ze hebben gezegd, jongens, dit is work in progress. En we hebben afgesproken dat we dat gaan verder volmaken. We zijn tevreden over het gesprek. We zijn nog niet tevreden over het resultaat, omdat dat nog work in progress is. Dus we hebben gewoon veel werk te doen.
Bij het staatsziekenfonds zijn er enkele veranderingen gaande. Zo heeft minister Amar Hamadin van Volksgezondheid eerder deze maand een nieuw stichtingsbestuur geïnstalleerd dat het bedrijf moet doorlichten en reorganiseren. Dit moet resulteren in een duidelijke verbetering van de effectiviteit van de zorg. De bewindsman heeft op vrijdag 28 augustus 2020 een bezoek gebracht aan het SZF. Hij kreeg er een rondleiding en hoorde de knelpunten van het personeel aan. Nou, ik vond het een geweldige eer dat de minister in zijn drukke programma toch wel ruimte heeft gemaakt om een bezoek te brengen aan de Stichting Staatsziekenfonds. Hij heeft het regelmatig gezegd dat hij dat zou doen vanaf mijn aanstelling als waarnemend directeur. Maar we hebben zelf gezien hoe druk zijn programma is. Maar hij heeft me toen gisteren gezegd van nee, morgen kom ik zeker, omdat SZF voor mij ook heel belangrijk is. En ik ben blij dat hij is gekomen en dat we met hem kunnen delen hoe wij hier werken. Dus hoe, hoe onze werkplekken zijn ingericht. En dat hij ook een beeld heeft als hij over SZF praat, van waarover hij praat en met en wie de mensen zijn en wie, wat de afdelingen doen, et cetera. Dus dat vond ik wel heel fijn. Nou, dit bezoek is inderdaad vandaag door mij en wat stafleden van het ministerie gebracht. We hebben een kennismaking meer gedaan met de leiding. En we hebben een oriëntatiebezoek gedaan over de diverse afdelingen binnen het SZF. De bevindingen tot nu toe, we hebben kennis gemaakt, we hebben wat afspraken gemaakt. Er is een nieuw stichtingsbestuur geïnstalleerd, zoals u dat weet. Maar ook nog hebben wij enkele belangrijke stafleden buiten functie gesteld. Het is meer in het kader van een onregelmatigheden die zijn geconstateerd. En in het kader van een neutrale aanpak hebben we die maatregelen moeten nemen. Dus het is goed dat ook de personeelsleden, die een beetje in ongewisse waren gekomen, dat wij dat bezoek hebben gebracht om aan te geven dat de overheid nog steeds full control heeft over SZF. En dat wij van mening zijn natuurlijk dat het SZF een goede leiding moet krijgen. Dus we hebben wat afspraken gemaakt met de tijdelijke waarnemers. En dat traject gaan we uitzetten samen. Nou, de minister heeft voorafgaand aan de rondleiding heb ik een onderhoud met hem gehad, waarbij hij zijn beleidsgebieden naar mij toe, naar SZF toe, heeft hij geprioriteerd. En dat heeft hij met me in een nutshell besproken en de bedoeling is dat ik daarmee aan de slag ga. Wat mag de samenleving verwachten? Zoals u weet is er een beetje ruis binnen de samenleving van hoe staat het met mijn verzekering en zo. Vooral met de nieuwe ontwikkelingen bij de SZF, gaat het ook gepaard met dat van ons? Nou, de nieuwe ontwikkeling, als u bedoelt wisseling van de wacht, dat mag nooit een reden zijn dat de diensten gestagneerd worden. Dat mag niet en dat zal ook niet zo zijn. Wat het overige betreft, ik denk dat we daaromtrent in overleg zijn met de autoriteiten. Maar feit is, voor nu zullen degenen die daar behoefte aan hebben, zullen niet verstoken worden van de diensten. Wat we hebben gezien de afgelopen jaren, en dat kan ik gewoon keihard opzeggen omdat we de bewijzen daartoe hebben, is dat het principe van basiszorgverzekering gebruikt is als politiek instrument. We hebben gezien dat mensen zelf die kapitaalkrachtig zijn, mensen die eigenlijk in staat geacht worden voor zichzelf te kunnen betalen, zelfs in aanmerking kwamen voor dit soort kaarten. Wat betekent eigenlijk dat je onterecht gebruik maakt van een dergelijke voorziening die de overheid betaalt. En als we praten over de schuldenlast en de druk op de overheidsbegroting, dan is dit een van de voorbeelden. Dus de inzichten van de nieuwe regering zijn eigenlijk dat wij willen gaan naar een nieuw registratiesysteem. We willen het bestand wat we nu hebben overhandig gekregen, willen we goed analyseren. We willen een goede inventarisatie maken van
Wat zijn de criteria om te zeggen dat je recht maakt op een gesubsidieerde ziektekostenverzekering? En als je dat gaat doen, en nu met COVID is het ook moeilijk, want je moet ook vaak fysieke inspecties doen. Je moet je fysiek oriënteren bij de mensen thuis. Dat hoort eigenlijk zo te zijn. Daarvoor is er een sociaal-maatschappelijke dienst. Maar we hebben ook gevallen gekend waarbij mensen gewoon met ID-kaart, met een 10, 20 ID-kaarten gaan en ze krijgen een pasje. Elke pas kost geld. Met elke pas kan je overal terecht, wordt er vanuit gegaan. Je kan röntgenfoto's maken, labonderzoekingen, je kan naar de huisarts, naar de specialist. Maar elk bezoek en elk product waarvan je gebruik maakt, kost geld. En de kosten zijn niet weinig, zijn niet laag. Dus wij willen als nieuwe regering zeggen, ja, we hebben een pot voor de mensen die niet kunnen betalen. Maar ons beleid is er wel op gericht in het kader van besparing, bezuiniging, verlichting van die overheidsdruk. Dat je wel de mensen die wel in staat zijn te betalen in kaart brengt. Met ze communiceert van luister, we hebben geconstateerd dat je onterecht gebruik maakt. Geef ons aan, we kunnen aantonen dat je wel in staat bent. Dus vanaf nu ga je zelf moeten betalen. Dus ik bereid de samenleving alvast voor. Het is geen drukkende maatregelen of wat dan ook. Het is gewoon, we moeten eerlijk zijn naar elkaar toe. Ik ken zelf, ik heb in mijn vorige rol als huisarts ook gewerkt en ik weet precies. Er kwamen ook mensen bij me die kapitaalkrachtig genoeg waren, maar met een basiszorgkaart rondliepen. Wat in mijn ogen natuurlijk onterecht is. Want die alleenstaande moeder, ver weg op meer zorg of ergens anders, die 5 kinderen heeft en ook niet werkt, die moet het bij wijze van spreken, als het niet goedgekeurd is, zelf betalen. Dus we moeten gaan naar een stukje balans terugbrengen en dat is dat traject wat we uitzetten. Behalve de lockdown-maatregelen in de strijd tegen het COVID-19-virus, dat u tussen 8 uur 's avonds en 5 uur 's morgens niet over straat mag zijn, worden nu ook de bruggen over de Suriname-rivier, de Kappenamen-rivier en het Saramaka-kanaal afgesloten tijdens de lockdown-periode. De communicatiedienst Suriname heeft hierover een gesprek met hoofdinspecteur Naarden van het Korps Politie Suriname en hij legt ons de bedoeling van deze maatregel uit. Nou, de maatregelen ten aanzien dus van dus die lockdown, als het gaat om die bruggen. De bruggen die zeg maar afgesloten zullen worden, zeker vanaf vandaag tot en met aanstaande zondagochtend 5 uur, zijn de bruggen over de Suriname rivier, de bruggen over de Saramaka rivier, de bruggen over het Saramaka doorsteek, over het Saramaka kanaal en de brug over de Kappenamen, of de bruggen over de Kappenamen rivier. Dus die bruggen die worden dan vanaf vanavond om 8 uur afgesloten tot en met aanstaande zondag 5 uur in de ochtend. Onder afsluiten moet u voorstaan dat de politie daar lijfelijk aanwezig zal zijn. Al de dagen vanaf vandaag en dat mensen die niet beschikken over een toestemmingsbriefje van NCCR, dat wel niet behoren tot wat we noemen de essentiële diensten, die zullen niet doorgelaten worden. En zij die in overtreding zijn, die gaan dan ter plaatse moeten blijven tot na de lockdownperiode. Maar nu begrijp ik dat we zaterdag een totale lockdown hebben. Dus je kunt begrijpen dat we de mensen niet vanaf vrijdagavond daar zullen houden tot zondag in de vroege ochtend. Wat besloten is ten aanzien van de mensen die zeg maar vanavond aangehouden worden, dat ze blijven tot morgenochtend 5 uur. En voordat ze worden weggestuurd, krijgen ze een briefje mee van de politie. Zodat als ze op weg zijn naar huis en ze zouden worden gestopt door een surveillerende eenheid, dat ze dus dat briefje kunnen tonen als bewijs van dat ze dus net van de politie zijn. Door de politie zijn weggestuurd, waardoor ze dan hun weg voor die dag dus ongestoord kunnen voortzetten naar huis. Ja, we hebben zowel dus wat we noemen de statische controle, dus dat betekent we zijn
permanent op een plek. En we hebben dan die dynamische controle, dat is dus dat zijn de eenheden die dan surveilleren op het veld. Dus we hebben dan twee manieren waarop we bezig gaan zijn, statisch, dus bij die bruggen, en dynamisch, we gaan rondrijden. Als je kijkt dus naar de aantal mensen die zijn aangehouden, kan je het op twee manieren beantwoorden, uw vraag. Als je 126 mensen hebben aangehouden, dan kan je zeggen, oké, aan de ene kant hebben we 126 overtreders kunnen pakken. Is het een succes? Ik vind het geen succes. In feite zou het een succes zijn als je niemand op straat had aangetroffen, of minder dan 100 zoveel mensen had aangetroffen op straat, tijdens dus die lockdown. Dus we zijn niet blij mee. Vandaar dat we hopen dus dat de komende dagen, vanaf vandaag naar zondag toe, dat we veel minder mensen zullen moeten staande houden op straat die niet op straat mochten zijn op dat moment. Als dat het geval is, dan zouden we kunnen praten over een succes. Maar voor wat afgelopen zaterdag betreft, is het geen succesverhaal omdat we te veel mensen hebben aangehouden die zich niet hebben gehouden aan dus die maatregelen. De publicatie van een zeer beledigende karikatuur met verwijzing naar de vicepresident in een lokaal dagblad heeft tot veel consternatie en irritatie geleid. De publicatie in het dagblad Suriname heeft de vicepresident persoonlijk gegriefd en velen in de gemeenschap onaangenaam geraakt. President Chandrika Persat Santokhi heeft deze situatie in het toppolitiek overleg met politieke leiders besproken. De publicatie van deze karikatuur is ernstig en resoluut afgekeurd, in de grootst mogelijke termen veroordeeld en is afstand genomen van de afkeurenswaardige gedachte waar deze karikatuur voor staat. De basisgedachte van deze regering is eenheid, die hand in hand gaat met respect en begrip voor elkaar. De regering brengt respect op voor wetten die vrijheid van meningsuiting waarborgen. Het recht tot vrije meningsuiting kan en mag echter geen vrijbrief vormen voor publicatie van beledigende teksten of andere vormen van communicatie. Die grenzen van het recht tot vrije meningsuiting kunnen nimmer worden overtreden, in het bijzonder niet tegen onze mede-Surinamers. In dat kader zal deze regering zich eensgezind opstellen om de effecten van deze karikatuur te keren. Tegelijkertijd zal zij een oplossing waar alle groepen bij gebaat zijn bevorderen. In dit kader zal de heer Farid Pierkan, eigenaar van Dagblad Suriname, maandag op initiatief van president Santokhi een gesprek hebben met vicepresident Ronnie Brunswijk. De regering roept op te handelen binnen de principes van de grondwet en de internationale verdragen en het waarborgen van respect voor elkaar. Behalve het opvolgen van de hygiënemaatregelen kunt u nog meer doen om de fatale gevolgen van COVID-19 te minimaliseren. Wij willen ons vandaag richten tot de rokers. Roken kan namelijk de kansen om COVID-19 te krijgen vergroten. Door je handen naar de mond te brengen, kan het virus in het lichaam worden overgedragen. Het delen van tabaksproducten kan het virus tussen mensen overdragen. Roken beschadigt de longen en andere delen van het lichaam. Het kan het risico op een ernstig geval van COVID-19 verhogen. Probeer je zoveel mogelijk een gezonde levensstijl erop na te houden. In de ochtend, middag of vooravond, een ommetje lopen kan al heel wat goeds. Probeer in ieder geval zoveel mogelijk te bewegen en stimuleer elkaar daartoe. En dit was Focus. Blijf thuis, vermijd samenscholing, houd afstand. Uw gezondheid is uw meest kostbare bezit. Koester het. En vergeet u niet, ook dit weekend is de totale lockdown van kracht. Ik wens u een goed weekend toe. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.